Goedemiddag allemaal, welkom op mijn YouTube channel. Ik heb de beschikking gekregen om twee carburateurs die in de racerij worden gebruikt. En ik heb geen idee wat daar anders aan is, of beter aan is, of meer aan is. Oh, ik zie al wat. Deze carburateurs, dat zijn, ja, MurrayCarbs.com. Dat is een Amerikaan volgens mij die wat opvuursetjes maakt voor de GL500. En ik vind zo'n setje net even een tikje te duur om aan te schaffen, om daar net wat fun mee te hebben. En waar zit hem dat in? Oh, een vrij dikke geluiddemping hier ook. Ja, het is ook gewoon rauw en ruw. Mikuni Corporation. Ja, het zijn gewoon Mikuni G5 carburateurtjes. Maar er is iets specifieks aan. Deze aanzuigbuizen, die maakt hij dus zelf van aluminium. Dat kun je ook zien, handwerk. Jammer dat hij dat naadje daar niet dicht heeft gekregen. Maar hij maakt dat zelf. En daarmee vervang je dus de aanzuigbuizen van Honda zelf voor rechte aanzuigbuizen. Bijna recht. Je kan het ook gewoon zien. Er zit er bijna geen knik in. Het is een rechte pijp. En dat is een enorme winst. Dan de carburateurs. Ja, leuk. Leuk. Wat kan ik daarover vertellen? Eigenlijk ben ik gewoon benieuwd wat erin zit. Ik heb nog geen maat gevonden die erop staat. Maar ik denk dat ik het zo wel weet. Ik zou niks doen met deze carburateurs. Er was niks te afspraak. Want ik heb daar geen materialen voor. Maar ik wil graag dingen weten. En kijken wat daar voor dingen in zitten. En waar we van kunnen leren. Oh. Dat is een mooi kut. En ook gewoon vuil van binnen. En hoe werkt dit nou dan? Want schijnbaar zit dat gewoon. Oh. Oké. Okay. Dat is wel een bizarre manier van werken. Die zie ik niet aankomen. Oké. Okay. Schijnbaar is dit een manier om de vlottekamer te bedienen. Dan zien wij enige drap en bende. Cola, dat is het niet hoor. We hebben hier te maken met een sproeier 150. En er zit nog wat omheen. Stabilisatie. Het stelt ook helemaal niks voor. En we hebben daar nog een klein CO2 sproeiertje in zitten. R9 type 2 CO2 afstelling. Hier hebben we dan te maken met een choke, maar het is vaak lomp. Het is ook voor mij directe doorgang. Hier hebben we dus, dit is een stationaire afstelling. Dat maakt het even lastiger als je twee carburateurs hebt. Dus dan moet je onafhankelijk van elkaar stellen. Je balanceert dus eigenlijk stationair de carburatie onderling. En dat doe je met deze groef. En hier hebben we de CO2 afstelling. Ja, eigenlijk wat je doet is zo afstellen dat die stationair lekker loopt. Hier de ingang. Het is echt een fucking simpel carburateurtje. Maar welk model is dit nou? Nou, daar kunnen we maar op één manier achter komen. Dat dacht ik al. 34 mm. 34 mm. En er staat er iets van bij dat ze zo'n ding VM34 noemen. Wat natuurlijk wel groter is, is de schuif. En het is een simpele gaskabel met een stiftje eraan. En een lompe sproeier. Eigenlijk is dit gewoon bizar simpel prutscarburateurtje.
Maar ja, dat zeg ik dus zo leuk. Cabareteurs is nauwelijks gebruikt. Maar deze prutscabareteurs zouden dus meer vermogen moeten leveren. Wat weet ik van cabareteurs? Nou, heel weinig. Ik weet er weinig vanaf. Maar, uit ervaring met de Yamaha XS650 weet ik dat de lengte van je aanzuiging op stationair gedeelte en lage toeren enorm bepalend is. Er ontstaat een schokgolf en die wordt hierin versterkt bij bepaalde lage toerentallen. Ik zeg lage. Hoe hoger het toerental, hoe korter de aanzegbuis. Dan hebben we de knik er niet meer in zitten. De knik die in de standaard luchtaanzuigbuisje zit, is hier niet aanwezig. Dat heeft een heel groot effect. Dat kan ik je wel vertellen. Hier staat ook gewoon choke op. Prima. Dus we weten dat dat... En je ziet ook, als je naar binnen kijkt, dat ik ook maar één doorgang heb. Wat weten we nog meer? Dit zijn geen zelfdenkende vacuümcarburateurs. Dat houdt in dat als jij het gas overdraait, die carburateurs volledig openschieten. En als je alles goed afstelt, en er is een grens hè, als je alles goed afstelt, dan heb je wat beter op bepaald moment een betere respons. Ik moet er wel even een toelichting op geven. Waarom heeft Honda dan zelfdenkende carburateurs? Dat wil zeggen dat de gasschuiven, die bedien jij niet. En hier wel. Jij bedient die daadwerkelijk op de gashendel. Dus de gashendelrespons is ook daadwerkelijk wat je doet met je hand. Bij Honda niet. Bij Honda zit er een aanzuigdoos boven. En die de daadwerkelijke gasschuif bedient. Ga ik even toch wat pakken. Als je een momentje hebt. De daadwerkelijke gasopening is bij deze carburateur kleiner en zit rond de 31 mm. Dus we hebben hier een kleinere, maar toch wel wat hogere gasdoorlaat. En uiteindelijk zitten we op hier, ook vreemd genoeg. Oh, oké. Okay. Doe ik iets verkeerd? Nee, dat is de aanzuig. Dat is de op 39 mm en hier op 34 mm. Ik vond dit al wat klein. En dan gaan we hier kijken. En dan zitten we op 37. Dat is vreemd. Want ik had verwacht dat dit groter was. Dus die opening is helemaal niet groter. Hier misschien wel. En we hebben geen choke die daar zit. De choke die hier zit is gewoon een lompe bediening van ik zuig maar wat extra brandstof mee met een klepje wat open gaat. Dat is gewoon lomp. En hier hebben we een nette klep zitten die buiten het vacuumbox gedeelte omgaat, wat dus bepaalt hoeveel gas jij werkelijk geeft. Dus als jij vol gas geeft maar de motor draait niet, dan zal deze nooit omhoog komen. Die wordt bediend door de luchtflow die ontstaat. Dus voorin, en hier zijn die kleppen eruit, voorin doe je de gaskleppen open, dan blijft de airflow onder deze gasschuif optimaal om een goede verdamping, dat is niet het juiste woord, maar voor de uitleg misschien wel, een goede verdamping, verdeling, verneveling van de benzine te krijgen. En daardoor smoor je de motorfiets nooit. En heb je dus altijd een goede oppak van het motorblok. Nadeel is, het werkt niet sneller dan dat het motorblok op gang komt. Ja, denk daar maar over na. Deze daarentegen, als je dus het gas opendraait, dan, zo, dan moet je best wel hard aan trekken. Ja, het lijkt erop dat deze toch iets grotere doorgang heeft, maar dan praat ik over millimeters. En het is een vlakschuif, dus die is wat anders. Vlakschuiven hebben, en daar valt deze eigenlijk niet onder, maar een vlakke schuif, alleen maar een schuif, hebben de intentie om een beter koppel te genereren en een hoger brandstofverbruik. Maar een beter koppel is in de racerij soms gunstig. Dus, er zijn voor- en tegens.
Het lullig is, ik kan niet aangeven waarom deze VM34 veel meer pk's levert dan een gewone GL500. Ik zeg niet dat het er niet is. Ik zeg alleen, ik heb het niet getest, ik weet het niet. En ik ga geen 500, 600 euro uitgeven om het te testen voor iets wat goed werkt. Maar voor diegenen die dat wel willen, MurraysCarbs.com. En ik heb die jongen wel eens op internet opgezocht. Dat bestaat dus gewoon. Je kunt daar bestellen. Nou, gaan we eerst maar eens even kijken hoe ik dit nou weer heb gedaan. Dit is ook wel heel apart hoor, deze manier van bedienen. Het is echt wel heel apart. En deze ook, 150, sproeier 150 zit erin. Dat is wel groter dan we gewend zijn. Maar hij heeft ook maar één sproeier. Want die andere, daar zit een CO2 sproeiertje in. Dus dat doet niet zoveel. En we hebben hier een overlooppijpje. En die moet zo zitten. Ah, kijk, ze hebben hier geleidestiftjes in zitten. Oh, ik zie het al. Aha. Er zitten geleidestiftjes in. Zodat je vlottertjes goed geleiden. Nou snap ik de werking. Zo. Er zitten wel weer die standaard Honda schroeven in. Dat is wel weer uniek. Maar we weten dus nu VM34'ers. En we hebben dus nu gezien hoe dat eruit ziet. En ik zou hier gewoon benzine opzetten. En draaien met die aandel. Kijken wat er gebeurt. Ik ben wel van mening dat de brandstofverbruik omhoog gaat. Het koppel omhoog gaat. Het vermogen zou een paar pk's hoger liggen. Helaas betwijfel ik dat, maar het kan. Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik betwijfel het. Nou heb ik op mijn motorfiets een andere knock-as zitten. En die genereert bij hoge toeren, boven de 8000 toeren, meer vermogen. Beduidend meer. En hij stopt niet met toeren. Hij blijft zeg maar doorlopen. Het gekke is dat de totale doorgang van die carburateurs wel kleiner is. Daar sta ik van te kijken. Zo. Nou, dit was dan de carburateurtjes, de VM34'ers van Mikuni Corporation. Mikuni Corporation, G5, 9i. Nou, daar moet ik maar mee doen. En natuurlijk MurrayCarbs.com. Belangrijk, ga daar maar eens op scrollen. Wat me ook opvalt zijn die luchtfilters. Dat zijn toch wel hele interessante luchtfilters. Ze zitten best wel mooi in elkaar. Ze zijn groter en wijder dan wij gewend zijn. En ze zijn verstevigd zodat ze niet naar binnen worden gezogen. Hele simpele luchtfilters. Jaarlijks gewoon vervangen. Ze zijn dus kort bruikbaar. En in de racerij komen deze jongens wel weer voor. Dat heb ik wel gezien. Unifilter Inc. Het is ook allemaal uit Amerika. Dus dit hele gebeuren komt uit Amerika. Die gaskabels. Gaan we daar naartoe. Het zijn twee gaskabels. En daar is een speciaal dingetje voor. Ik heb geen idee hoe het precies zit er binnenin. Ga ik ook maar even niet doen. Maar er zal waarschijnlijk een hulpstukje in zitten. Wat in of uit elkaar kan. En dan. Daar zullen wel gaskabels voor zijn. Maar goed. Dit is hem. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En als je vragen hebt over die carburateurs. Niet aan mij vragen. Gewoon lekker zoeken op internet. En die rubbers. Ja, waar je die vandaan had weet ik niet. Maar dat zullen waarschijnlijk stokrubbers zijn. Ergens van. Dus die zullen wel te vinden zijn. Misschien wel bij die Mikuni carburateurs. Wie zal het zeggen? Nou, bedankt. Hoi, hoi.